Wat is een bos eigenlijk? Nou, de scharrelkids van TVN weten er nu van alles van, want ze gingen het Nijrisbos onderzoeken en maakten een bomenpaspoort. En dat is het Nijrisbos. Het bos is eigendom van de graaf die op het kasteel woont in de stad in Almelo. En weten jullie eigenlijk wel wat een bomenpaspoort is? Nee. Wat gaan jullie doen dan? Schrijf je naam er maar op. Heel goed. Ja? Win? Heb je een naam erop staan? Kijk eens, als je de eerste bladzijde ziet. Daar leer je allemaal dingen over bomen en daar heb je ook heel veel insecten. Soorten. Ja, en wat heb je nou geleerd dan van bomen? Dat ze ook verschillende soorten schors hebben en dat je ook verschillende types bomen hebt. Dat je de een wel, die noemt ze wel eik, maar bijvoorbeeld je hebt twee verschillende soorten eik. Ah, hoe weet je dat dan, dat wat verschillende soorten zijn? En dat heb ik eigenlijk in mijn boekje gelezen. Je hebt het plankje en dan ik ga die boom opmeten. Dan zet je hem weer zo recht en dan moet je hem op overrichten. En dan moet je de stam zien en de top van de boom. En als je dat ziet, dan moet je de stappen zetten tot de boom. En dan, dat is bijvoorbeeld 11 meter en je bent zelf 1,37 meter. Dan tel je dat bij elkaar op en dan is het... En dan is hij 12 meter 37 centimeter hoog. Jee, daar moet je ook nog wel voor kunnen rekenen, hè? Ja. Ja. Zitten er ook beestjes op die bomen? Ja, heel veel. Vertel eens. Over mieren en pissebedden, heel veel. Ja. Vind je dat eng? Nee. Nee. Kan je die beestjes ook goed bekijken? Jawel. Hoe doe je dat? Ligt hier nog ergens een potje? Daar. Met dit soort dingen doe je dat en dan kan je ook heel goed zien dat je een groot vergrootglas hebt. Die bonschaapje is deze, dus dit is een bonschaapje. Of is dat nu misschien deze? Want heb je deze? Ja, ik denk ja, dat die heb ik. Welke is dat? Nee, dat is deze. Stippelwot. Nee. Ja. Nee, maar deze heeft hij ook. Ja. Kleine klauw witje. Kool. Koolwitje. Kleine koolwitje en dit is? De stippelmot. Een pijlstaartrups. Hoe zie je dat dan? En het puntje. Ah. Zijn bomen belangrijk voor mensen? Ja, want anders heb je geen adem en zo. Ah. Want de bomen zorgen voor heel veel adem en zo kunnen wij goed leven.